gaan naar een bijzondere man toe. Het is eigenlijk is het tijd voor een politiebrug. Bericht. Geef een applaus. Hier zijn Angelique van Rentergen, Niels de Ruiter en Brecht Bruneel. Ik begreep dat jullie alle drie van een basketbalrolstoelvereniging zijn. Ja. Nou, van jou begrijp ik het, maar jullie lopen erbij. Dus jullie zitten niet meer in een rolstoel? Nee, ik zit niet in een rolstoel. Dus je doet alleen maar rolstoelbasketbal? Ja. Maar is toch oneerlijk? Nee, maar ik ben ook gehandicapt. Ik heb spina bifida. Ik ben geboren met een open rug. Oké, okay, dus je kan wel lopen. Maar kan misschien wel lopen. Maar ook lang of maar gewoon korte... Niet lang. Nee, nee. Dus in een rolstoel zit je eigenlijk, zit ook vaak in een rolstoel thuis, of niet? Nee, alleen voor lange afstanden kan het zijn dat ik af en toe in een rolstoel zit. Oké, oké. En dan hebben we... Wat is jouw naam? Sorry. Brecht. Brecht. En wat heb jij ik voor heb een beenamputatie, ja, okay. Mijn rechterbeen. En jij zit ook in een rolstoel als je een rolstoel basketbalt? Ja. Oké, okay, en Angelique, wat is jou overkomen? Een ongeval met een paard. Ach, ja. Hoe oud was je? 13. En je viel met het paard? Ja. En wat is toen gebeurd? Het paard is op mij gevallen en de rest weet ik niet meer. En je werd wakker en je kon niet meer lopen? Nee. Nee. Maar je ziet er goed uit en je straalt. Dank u. Dus je hebt het goed verwerkt. Ja. En, maar jullie spelen in een basketbal-rolstoelteam. Ja. En wat gebeurde er? Hoe bedoel je? Nou, waarom je gemaild hebt. Ja, wij hebben een Eurocup gespeeld. Wanneer? In Blankenbergen, 8 en 9 maart. Ja. En ja, om 11 maart moest ik een initiatie gaan geven. En ik ging naar de sporthal bij ons. En toen waren onze wielen weg. De wielen van de rolstoelen waren gestolen? Ja, ze zijn gestolen. En om hoeveel wielen gaat het? Om 6 wielen. En hoeveel wielen heeft de rolstoel? 2, er zijn 3 rolstoelen. Ja. En die zijn gewoon verdwenen? Die zijn gewoon van de rolstoel afgehaald? Ja, die hangen apart aan een haak in een remorque. En het slot was er gewoon afgehaald. En de eerste wielen van voor zijn gewoon... Ja, verdwenen. Nou ja, absurd. Maar wie gaat daar toch in godsnaam wielen stelen van een rolstoel? Ik weet het ook niet. Is het misschien een concurrerende basketbalrolstoelvereniging? Nee. Die denkt, we gaan ze pakken. Nee, dat denk ik niet. Maar hoe ben je thuis geraakt? Ja, dat zijn de wielen van mijn sportstoel. Oh, dus... je hebt ook nog een andere stoel? Ja. Ja, dat klopt. Ik heb sportschoenen en ik heb ook andere schoenen natuurlijk. Ja. Ja, ja. We dachten, wie moeten we nou hier halen om het duidelijk te maken dat dit echt niet kan? Dames en heren, u kent natuurlijk allemaal de Iron Man. Geef een applaus. Hier is Mark Hermans. Maar voordat we gaan praten, ik moet je eerst van harte feliciteren. Je bent vorige week, we zagen altijd een foto in de morgen van jouw zoon of dochtertje. Dochtertje. Annelou. Ja. Geweldig. Gaat het allemaal goed met moeder en dochter? Ja, perfect. Ze doen het super. Ja, we hebben een foto volgens mij van die in de morgen stond, hebben wij hier. Ja, het ziet er fantastisch uit. En hoeveel weegt ze nu? Nu 5,6 ongeveer, denk ik. Oké. Okay. Wat was je eerste reactie? Vertel, hoe gebeurde het? Ja, hoe gebeurt zoiets? Nee, niet hoe je het kindje maakte, maar ja, de bevalling, okay. Hè? Ja, als man zit er redelijk hulpeloos naar te kijken, want je kunt niks doen. Hè, maar eens dat daar is, dan komen de tranen. Hè, dat is puur geluk, is met niks te vergelijken. Maar de mensen die een kind hebben, zullen dat allemaal weten. Hè. Ja, ja, ja. Ja. En het kind is via IVF, is dat tot stand ja, gekomen? Ja. Dat betekent dat het gaat met buisjes en met inbrengen en we hopen dat het aanslaat? Dat is allemaal niet zo mooi, maar... Het kan, hè? Ja, voilà. Zoveel mensen die niet dat kunnen, dan via IVF krijgen ze toch nog het mooiste wat ze kan overkomen, absoluut, een kindje. Ja. Ja. En het mooie is van de. Hoe voel je je nu? Voel je echt volwaardige vader? Dan denk je, oh, het blijft toch een IVF-kindje? Nee, toch? Nee. Dat zie je niet. Ze doen het super. En ik ben heel blij dat dat bestaat, IVF. En ik ben heel blij dat wij een gezond kindje op de wereld hebben gezet. Dat is puur geluk met niks te vergelijken. En, ik hoop dat het in een gezonde wereld en in een mooie wereld mag opgroeien. Ja, ja, dat hoop ik ook. Het zal zeker lukken. Geef je borstvoeding of niet? Nee, dat laat ik over aan de vriendin. Okay. Die doet dat prachtig ook. Oh, ja, goed, heel goed. Wanneer heb jij je handicap? Wanneer is het bij jou gebeurd? In 2002, tijdens een trainingsongeval op het eiland Lanzarote. Ja, dus dan kom je ook niet meer op Lanzarote. Jawel, ben ik nog een keer of 20 geweest op trainingskamp, dus daar kom ik nog altijd. En je kunt niet lopen? Nee. Ik heb een dwarslesie van borst tot tenen. Ja. Voel je ook helemaal niks?
Nee. Want je hebt wel je benen over elkaar. Dat doe je zelf even gewoon om anders bij te zitten een keer. Ja, zo van, als een fotomodel. Ik doe me zo van... Het is belangrijk voor mensen die rolstoel om dikwijls andere posities aan te nemen. Om drukwonden te voorkomen. Dus ik probeer zoveel mogelijk andere posities aan te nemen. Sport je nog? Ongeveer 3 uur per dag, maar zonder een doel. Gewoon voor gezond te blijven en niet voor een sportief doel. Is dat fitness of zo? Op de rollerij, elektrostimulatie, in een stapapparaat, in een krachttoren. Dus alles om van medicatie weg te blijven. Ja. En ben je nou... Jij sport, je basketbal, doe je ook nog echt fitness of training of iets dergelijks? Juist nog fitness, powertraining. Nou ja, want je ziet er goed uit. Dank stoer. En, jullie kan ik ook vragen, maar jullie staan al een beetje. Maar jullie doen ook nog verder training erbij? Ik doe alleen basket. Oké. En jij? Ik alleen maar basket en boogschieten. En? Boogschieten. Boogschieten, ja, dat is ook handig. Ja, je hebt je armen nog, je hebt wel 1 been, maar kun je ook zo boogschieten natuurlijk. Hè. heb jij hoop dat je weer kunt gaan lopen? Want het gaat natuurlijk zo snel met ontwikkeling. Zou je weer willen lopen? Zijn er mogelijkheden of niet? Ja, ik sta elke dag in mijn stapapparaat al 12 jaar aan een stuk. Met het doel van als er ooit een oplossing komt, dat ik er klaar voor ben. Dus, de medische wereld gaat met stappen vooruit. En, ik geloof erin en ik vecht er elke dag voor. En de medische wereld komt ooit tot een oplossing, hoop ik. Ja, ja. Hoop jij dat jij kan lopen? Informeer je dat wel? Of denk je van, nou, dit is het? Nee, want dan mis ik rolstoel basketbal. Ja. Dus, nee. Je hebt het verhaal gehoord, hè? Wat met Angelique en haar team is gebeurd. Wat vind je daarvan? Ja, dat is absoluut niet fijn. En vooral omdat sporten van mensen in rolstoel is echt heel belangrijk. En als je de wielen wegpakt, dan neem je eigenlijk de benen weg. Want zonder de wielen kunnen we natuurlijk niet sporten. Dus die moeten absoluut terugkomen. Even iets anders. Jij hebt triathlon gedaan, hè? Doe jij nu nog iets aan dat je mensen enthousiasmeert of mensen bezighoudt om te sporten of triathlon of iets dergelijks? We hebben 2 jaar na ongeval de Walking Foundation opgericht. En daar motiveren wij jongeren om te sporten en te revalideren. Om gezond te blijven en om een passie te vinden in het leven. Dus. Ja, we proberen op die manier toch iets te doen. Ja, ja. Maar nou hebben we dus die wielen nog steeds niet terug. Nee. We kunnen 2 dingen proberen. We kunnen het emotioneel aanpakken, dat Mark dat doet. Of we gaan het echt à la politiebericht doen. Ik heb namelijk, ik kan dat heel goed. Ik kan heel goed een heel knap, strak politiebericht doen. Zullen we eerst Mark in de emotie gooien? Ja. Mark, zou jij de mensen willen oproepen? Want er zijn misschien mensen die nu kijken, die hebben die wielen gewoon ergens hangen. Thuis, omdat ze die gestolen hebben in een dronken bui of iets dergelijks. Zou jij dat willen doen? Ik neem aan dat we camera 3 nemen. Ja. Of welke camera doen we dat? Ja, Mark, even, heb jij zo'n politiebericht? Een politiebericht muziekje misschien? Wat is L.A. Blue? Wat is dat? Over flikken. Over flikken? Oh, wat leuk, man. Ik heb het programma nog nooit gezien. Dan nu een speciale uitzending van de politie. Ik? Oké. Beste jongens of meisjes. Als jullie degene zijn die de wielen hebben weggenomen, gelieve die dan terug te brengen naar Angelique en de vrienden van het team. Omdat de wielen zijn heel belangrijk om hun sport te kunnen bedrijven. En zonder de wielen kunnen ze hun sport niet bedrijven. En eigenlijk nemen jullie alleen niet het sportplezier af, maar ook hun gezondheid. Dus breng alsjeblieft de wielen terug.